Hoi allemaal en welkom bij deze vrijdag tutorial. En vandaag ga ik een hond tekenen. Ik heb erg veel aanvragen gehad over het tekenen van vachten. Hoe pak je dat nou aan? En dit hier is Diego. Je ziet hoe prachtige ogen deze hond heeft. En deze hond is een kruising tussen een boerenfox en een husky. En dat die husky daar doorheen komt, dat zie je heel mooi. Bij die helderblauwe ogen. Dus ook die wil ik gaan tekenen. En wat ik gebruik hier is een grijs kansonpapier. En dit is speciaal ontwikkeld voor het tekenen met pastel en pastelpotloden. Dus het heeft heel veel grip en het kan heel veel pastelpigmenten oppakken. Dus ideaal. En wat je ook ziet is dat ik een hulplijn heb getrokken. Dus dwars door de midden. Over het koppetje van Diego heen. En dan kun je mooi zien dat bijvoorbeeld de neus net buiten de middenlijn ligt. En op die manier, dus door een paar hulplijnen te trekken, heb je dus een veel grotere kans dat je model op de goede plaats op je tekenvel terechtkomt. Voor de opzet gebruik ik een lichtroze pastelpotlood. En het eerste wat ik dus eigenlijk doe is alles op zijn plaats zetten. Dus de oren, de ogen, de neus, de mond, de kin. Alles met dat lichtroze. En wanneer je dan tevreden bent met waar alles zo'n beetje staat en waar alles komen moet, dan ga je op zoek naar de donkerste delen in je voorbeeld. De donkerste delen liggen in dit geval naast de ogen aan de zijkant van het koppie, maar ook dus op het lichaam. Deze tutorial is uiteraard versneld. Hij duurde in totaal 2,5 uur en live kun je dit zien op mijn Patreon-pagina. Wat altijd heel lastig is, is natuurlijk ook de neus. Dus ik sta hier even bij stil. En de neus is eigenlijk een dikke, donkere dop, zo zie ik het maar voor me. Hij is rond en wat je ook ziet, en dat kun je dan net zien, dat zijn die neusgaten. Dus de ingang in de neus. Dus ze zitten in dat donkere vlak heel veel tinten donker. En daar moet je dus goed rekening mee houden. Je ziet ook, gezien de hulplijn in het midden, je ziet het kruis nog staan van de middenlijn, dat die neus ook net buiten de middelaslijn loopt. Zelfs kleine pikkeltjes op de neus kun je zien. De structuur van de huid van de neus. En wat je al hier ziet bij die onderlaag die ik aan het zetten ben, zijn verschillen in donkerte. Waar je verder ook heel goed op moet letten bij die neus, bij dat neusgebied zeg maar, is zeg maar in dit geval de tanden en de onderlip. De mond is ietsje geopend. En hierdoor komt die onderlip dus vrij te liggen en dan kun je net ook de tandjes zien van de onderkaak. Ook die moet goed in verhouding zijn. Je ziet hier dat de rechterkant zeg maar, van die onderlip, dat die rechts buiten het vlak van de neus valt. Neem hier de tijd voor. Dus zorg echt dat je dat die verhoudingen heel goed kloppen. Want teken je bijvoorbeeld die onderlip te ver naar links, dan krijgt hij een overbite. Bij de ogen valt heel erg op dat Diego lichtkleurige ooghaartjes heeft. En daar moet je dus goed rekening mee houden. Verder heeft de eigenaar van de hond gevraagd of ik de ogen wat meer opgericht wilde tekenen.
Dus dat ga ik ook doen. Dus ik ga me niet letterlijk houden in dit geval aan mijn voorbeeldfoto. Maar ik ga de ogen dus ietsje meer open forceren. Zodat we straks ook iets meer ruimte hebben om die mooie blauwe tint in die ogen te brengen. Wat verder opvalt is in dit geval dat het rechteroog iets meer een donkere aftekening heeft dan het linkeroog. Maar ik teken ze dus allebei ietsje meer open om die ruimte dus te creëren voor het inbrengen van het blauwe pigment later verderop in de tekening. De pupillen van deze hond zijn vrij groot. En ik hou dus heel goed rekening met het feit dat tussen die oogrand en tussen die pupil dus witte wimperhaartjes komen. Dat is het belangrijkste punt om ook dat typerende te krijgen wat huskies vooral hebben. En het ras husky vind ik komt heel erg in deze kruising van boerenfox en husky, komt heel sterk naar voren. Dan is het tijd voor een tweede laag. En als je goed kijkt, dan zie je dat daar altroze zit. Dat is eigenlijk een hele aparte kleur. Maar toch ook wel een hele typerende kleur voor de husky. Je ziet hier de vlakken van altroze die ik heb ingezet. Dat zit dus een beetje in dat linkeroor. En vooral aan de rechterkant van het hoofd. Nu is even aandacht voor het oor. Ik heb het rechteroor gekozen in dit geval. En wat dan opvalt zijn dat er net wat witte haartjes aan de achterkant van het oor vandaan komen. En ook hier heb je weer te maken met heel veel vacht. Dus het is een heel langharige hond. Dus ideaal voor het oefenen ook van het tekenen van vacht. En wat opvalt bij de oren is dat er oren ook, of zeg maar van die oorhaartjes vooraan zitten. En dan hier zie je dan de diepte van het oor. Dus die gaat dan zeg maar het hoofd in, zeg maar. Dus dat probeer ik dan te bereiken door wel streepjesgewijs die haartjes eruit te tekenen. Dus dat je haartjes van voren ziet en je ziet ook kortere haartjes op die oren. Maar je ziet dus ook lange beschermharen voor de oren. Om het te verzachten gebruik ik simpelweg een penseeltje om de pigmenten het papier in te drukken. Dan hebben we de snoet zelf. Nou, die is dus het allerlichtste. Dus ik ben nu in het stadium beland waarbij ik zoek naar de lichte delen. Dus zodra ik zeg maar blij ben met de plaats van de donkere gebieden, zullen we zeggen, de donkere stukken, dan kan ik op zoek gaan naar de lichte delen. En wat vooral opvalt, en je moet daar goed op letten, is dat de linkerkant van het hoofd belicht is. Dus onze lichtbron zit links. En de rechterkant van het gezicht is dus veel donkerder. Op het voorhoofd zien we een gele okerkleur, licht oker en wat donkerder oker. Dus ik meng dat op met licht en donker oker. En wat ook heel erg opvalt is dat die aftekeningen echt in laagjes over elkaar heen vallen. Dus om een vachteffect te creëren, is het dus ook van belang dat je laagje voor laagje ook die haren over elkaar heen laat vallen.
Aan de rechterkant zie je ook dat sommige delen zo donker zijn dat je daar gewoon dik in kan gaan met heel donkergrijs. En dan ga je daar weer overheen met een wat lichter kleurtje. In dit geval het lichte oker. En hierdoor creëer je dus dat soort aftekeningen. Ondertussen was ik alweer verder. En wat ook opvalt is dat in het wit van de snoet heel veel lichtblauw zit. En dat geldt ook voor het lichaam zelf. Dus ik heb een heel laagje lichtblauw ingebracht. En daar kan ik dan weer overheen met dat hele donkere grijs. En ook hier creëer ik dan weer laagjes van aftekeningen. En dan weer met licht daaroverheen. Om dus weer haartjes te creëren. En de lichtbron kwam van links, zoals we al wisten. Dus ook op het lichaam zorg ik dat de linkerkant van het lijf lichter getint is dan aan de rechterkant. Hierdoor creëer je natuurlijk een 3D-effect ook. Maar kun je ook weer dus prachtig die laagjes met haren ingeven. Het is een combinatie van wit, lichtblauw en donkergrijs. Het allerdonkerste grijs dat ik in mijn pastelpotloden doos kon vinden. En wat ik dan ook nog doe, is de boel verzachten onderin. Want ik wil natuurlijk dat die aandacht allemaal naar het gezicht gaat. Dus zo creëer je een beetje een out of focus effect. Net als dat je zou hebben wanneer je een foto maakt. Hier ga ik dan verder met de fijnste details. Dus wanneer je dan alles zo'n beetje op de goede plekken hebt staan en je bent blij met de tintkleur, dan kun je dus nog even wat finishing touch punt ingeven. Hier ga ik ook heel donker nu de neus in. En ja, onthoud altijd dat je kan altijd donkerder. En met pastel, het is echt een geweldig medium. Want je kunt ook weer terug naar ietsje lichter. Door de pigmentjes te mengen met elkaar. En het is dus een heel, vind ik, gemakkelijk medium om rond te blijven sturen. En om te corrigeren. Je ziet dat ik de tong ietsje roze gemaakt heb. En ja, vooral al die laagjes met die haren. Dat maakt de tekening dan toch overtuigend. En ja, tastbaar, alsof je die haartjes een beetje kan pakken en daar doorheen kan vroemelen met je handen. En dan natuurlijk die prachtige ogen die er echt zo mooi uitspringen. En tot slot altijd, en dit bewaar ik altijd tot het laatst, dat zijn eventuele snorharen. Die zet je dus als laatste streepjes over die pigmenten heen. En ook dit is wel heel makkelijk te bereiken als je werkt met pastelpotloden. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze tips, dat je er wat aan hebt natuurlijk. En natuurlijk hoop ik jullie ook weer te zien volgende week vrijdag. En dat zal dan weer de laatste aflevering van 2019 worden. Benieuwd wat 2020 ontbrengt. Diego, dank je wel. Jacqueline, dank voor je opdracht. En ik zou zeggen, ik zie jullie volgende week vrijdag weer hier op YouTube en misschien op mijn Patreon-pagina. Bedankt voor het kijken. Groetjes van Lieneke.